Er een zeer goede getalenteerde voetballer, Joey Gudjonsson, voetbalt inmiddels in Spanje. Maar Martin Jol weet dan van de volgende gulden wel een Riksdaalder te maken. In Limburg hebben ze het moeilijk, want onder Fortuna Sittard stond voor deze wedstrijd alleen Roda JC. En Fortuna mist ook nog eens 9 spelers door blessures. Wie speelde er wel? Umberto, eerst RKC. Geen verrassingen bij RKC. Van Dijk is de doelman. Achterin Van Diemen, Nascimento, Van den Berg en De Graaf. Op het middenveld Petrovic, Govedarica en Molhoek. Hoogendorp vanaf rechts, Jansen in de spits en Cornelissen speelt vanaf links. Bij Fortuna Ruud Hesp in het doel. Dan de achterste lijn met op rechts Emeran van Dieren. En Gerritsen is het gelegenheidsduo in het centrum. Hermans op links. De middenvelders zijn Hering, Van der Hoeven, Rook en Colin Cramp. Voorin Averdijk en Hamming. Op de bank zitten de halffitte Haldermans, Verheijen, een jeugdspeler, en Mesaros. Dat is een amateurspeler zelfs. John van Vliet. Hans Verrel heeft zwaar moeten improviseren om een geschikt elftal op te stellen tegen RKC. En speciaal in de verdediging is het lastig. En daarom spelen Gerritsen en Van Dieren centraal achterin. Gerritsen hier voor de eerste keer richting de bal als vrije man. Van Dieren als mandekker. Goeie bal, Hamming. En dan zowaar de eerste kans voor Fortuna, de redding van Van Dijk. Petrovic met links op Jansen. Van Dieren terug op Hesp. Geen terugspeelbal blijkbaar volgens Haverkort. Hamming dan met de volgende kans voor Fortuna. Het is allereens aan dek bij RKC. Tegenover een gelegenheidselftal uit Sittard. Van Diemen, veel ruimte. Hoogendorp. Cornelissen. Goede bewegingen, Cornelissen. En een behoorlijk schot. Eigenlijk de eerste keer dat RKC echt gevaarlijk is richting Hesp. Nascimento. Zoekt Van Diemen. Hesp. Overtreding Hamming op Nascimento. Petrovic. En vrij koppen. Prachtige redding. Hesp op de kopbal van Hoogendorp. Het centrale duo mag dan onervaren zijn. Er staat natuurlijk een zeer ervaren keeper. Mooie vrije trap. Goed gekopt uit die positie door Hoogendorp. En goed gepakt door Hesp. Hoekschop met Cornelissen. En die was ook bijna raak in de verre hoek. 28e minuut bij de vrije trap van Van Diemen. Kort op Petrovic. Nascimento met het hoofd. Even Emeran en dan Cornelissen. Petrovic wil bijna elke bal. Krijgt hem nu ook weer. Hoogendorp. Tikje mee van Hermans. Toch nog een schot. Weggekoopt van den Berg. De Graaf. Goeie bal, de Graaf. Over de laatste lijn op Hoogendorp. Hoogendorp voor 1-0. Hoe bestaat het? Prachtige bal. Over de laatste lijn heen gelegd. Hoogendorp oog in oog bij Hesp. Iedereen denkt dat hij zit, maar hij schiet hem naast. Vrije trap met Gerritsen. Op zeker op Van Dieren. Hering met een man in zijn rug. Cramp. Schot van Cramp. En de handen van Van Dijk. En die bal is binnengebleven. Via de lat dus. Nee, het was via
de achterkant via de staander. Goed geschoten door Kramp. En nog net Van Dijk. En het is wel degelijk de lat. Dus had het spel gewoon verder gekund. Onbegrijpelijke beslissing van Haverkort. Dat hij dit schot afluit. Vrije trap Kramp. Hering. Schot van afstand. Mist richting en gevoel. Het schot van Van der Hoeven. Hamming. Hering. Hamming onderuit. Hering weer aan de bal. Hermans met ruimte. Op slag van rust. Nog een halve minuut. Goeie aanval nog van Fortuna. Hermans heeft hem terug gehad. De voorzet Hermans en dan zomaar voorbijgelopen door Hamming. En zo kan Fortuna terugkijken op een behoorlijke eerste helft. Waarin het voorlopig nog niet is bespreken. En misschien wel de beste kansen kreeg. Hogendorp. Rook haalt weg voor Jansen. Petrovic. Cornelissen mag de bal aannemen van Emeran. De Graaf is een linie opgeschoven. Pepping speelt nu links achterin. Molhoek is eruit. En dit is Hogendorp. Niks aan de hand, zegt Haverkort. Van Dieren met Hogendorp. Hij tikt de bal aan en dan gaat Hogendorp te makkelijk neer. Haverkort heeft blijkbaar zijn lesje geleerd na Robben vorige week. Vrije trap Fortuna. Van Dieren loopt er onderdoor. Haldermans is er nog. Hoekschop. Hoekschop komt van Hering. Niet de best getrapt. Nog een keer Hering. Averdijk kan niet koppen. Haldermans. En Van Dijk. Goed schot van Haldermans. De invaller. Verrassend in één keer geschoten door Haldermans. En de reactie van Van Dijk is maar net genoeg. RKC heeft moeite om de muur van Fortuna te slechten. Van Dieren kopt weg. Opgevangen Govedarica. Govedarica loopt Petrovic in de weg. Petrovic uit de draai. In de handen van Hesp. Het lukt RKC maar niet om een gat te vinden. Hogendorp. Aangetikt Emeran. Instructies van Hesp bij de vrije trap van Petrovic. Hogendorp. Overstapje. De Graaf. Hering. Overtreding op Petrovic. Petrovic. Achterover gekopt. En een valpartij en een penalty. Zegt Haverkort. Texera kijkt nog eens naar het textiel. Om aan te geven dat hij wordt vastgehouden. En hij wordt inderdaad heel eventjes in de rug gepakt. En Haverkort is onverbiddelijk. Gele kaart voor Rook. Hogendorp scoorde vorige week vanaf 11 meter. Ik kan het nu opnieuw doen. Zijn derde van het seizoen. Het is 1-0 voor RKC. Petrovic. De Graaf, Petrovic. Jansen. Voorzet Jansen. Vrije kopkans, Hogendorp gaat over. Petrovic, countermogelijkheid voor Hogendorp. Achter Van Dieren vandaan gekomen, Hogendorp beslist hij het nee, want de keeper heet Hesp. En dit is heel slecht uitgespeeld opnieuw van RKC. Petrovic. Hogendorp.
In de 16 meter. Emeran verdedigt. Cornelissen. Met gevaar voor haar eigen leven. Die koppoging ingezet. Texera is blijven liggen. Messaros. Geen buitenspel. Komt hier dan de gelijkmaker. Redding van Dijk. Hamming heeft onverwachte kansen op de gelijkmaker. Maar vindt van Dijk. Texera kan weer verder. Had last van de arm. Hering. Emeran. RKC laat zich ver terugzetten door Fortuna in de slotfase. En gokt op een counter. Nu kan Petrovic hem inleiden. Franke wordt gelanceerd. En gaat hij het dan beslissen? Nee, want Emeran staat zijn mannetje. Rick Hogendorp. Van Dieren. Havenkort heeft op het horloge gekeken. Franke nog één keer, geen buitenspel. Hoe kan dat, vraag je je af. Hogendorp dan, helemaal aan het einde van de wedstrijd. Ook die weer naast. Maar RKC komt ermee weg. Het ging heel slordig om tegen een zwaar gehavend Fortuna met de kansen en met het uitspelen van diverse countermogelijkheden. Hogendorp bewijst dat aan het eind. Maar RKC wint weer. Sinds 6 april 2000 is het thuis ongeslagen. Maar het was vanavond van een bedroevend niveau.